kijkers, hier Ubbo en Rijn. Zoals jullie weten is deze week het jubileumjaar van het Lanenkaatsen. Wij gaan deze week dagelijks voor jullie op stap. We maken kleine reportages van dit evenement en laten deze zien op dit kanaal. Vandaag de tweede aflevering. Wij staan nog steeds met Theo Uithuizen op de Lanen. Hij vervolgt zijn verhaal over dit mooie evenement. Welkom bij de tweede aflevering van het Lanenkaatsen. We staan hier nog steeds met Theo Uithuizen en Theo zal even wat vertellen over de spelregels. Ja, Ubbo, het is zo dat in principe binnen heel veel spelregels conform wat er met het gewone kaatsen gebeurt. Alleen hier op de Lanen is het ben we op straat en niet op het gras. Het kwaad is veel dichterbij, want als je tegen een pui komt, is het een kwaadbal. Je kan hier sneller boven slaan. Dus het is best wel anders en het is heel erg leuk en bepalend hier in zo'n klein straatje. Van heel veel effecten, ook van het publiek langs de. Theo, we hadden het over de spelers, maar hoeveel spelers binnen er? Nou ja, en hoeveel teams? Het is natuurlijk net als bij het gewone kaatsen 3 tegen 3. Ja. Aanstaande zaterdagavond is de loting. Is de loting van alle teams. Wij schatten in dat er ongeveer 320 à 330 meedoen. Dat betekent 110 peturen. Zo. Dat ben in 7 categorieën. Dus ja. Leeftijdsgebonden en de dames. Dus dat is 7 categorieën. Nou, en dan wordt er lotten en dan wordt er duur elkaar lotten. En dan zien we wel zaterdagavond wie allemaal bij elkaar komen. Dat komt op de internet te staan en dan kan iedereen maandagavond beginnen. Oké. Goed. Dit was deel 2. Ook morgen woensdag zijn we er weer. Dank voor het kijken, like en deel deze video. Of kom deze week naar de Lanen en geniet van dit bijzondere Harlinger evenement. Dit was Harlingen Ontdekt. Wij danken de organisatie van het Lanenkaatsen als mede Harlingen Boeit. Dit waren Rijn en Ubbo. Graag tot een volgende keer.